Hey mensen van Ultra Jeff, welkom bij een nieuwe top 10, dit keer alleen. En onze top 10, ik zou aanraden mensen die bang zijn voor horrorfilms niet te kijken, want ik ga namelijk doen top 10 horrorfilms om naar uit te kijken in 2016. En die ga ik je nu laten zien. Als de eerste is nummer 10, Conjuring 2. De Enfield Poltergeist. Als je de Conjuring 2 wil gaan kijken, moet je eerst de Conjuring 1 gaan kijken, anders begrijp je er helemaal geen drol van. Ik zal even een foto laten zien, de voorkant. Je ziet dat meisje vliegen. Ja, die is zeg maar door de duivel bezit. Zoals je ziet daar. En dat is... Ik heb de Conjuring 1 gekeken en dat is eigenlijk een beetje met Annabelle erin. Maar ik zet de camera een beetje met Annabelle. Wow, dit is gewoon gek. Er komt een film uit. Dat heet The Boy. En die komt binnenkort een keer uit. Oh, echt vet. Dat is eigenlijk Annabelle, alleen dan de jongen. Willen jullie de trailer zien? Dan gaan we die doen. Dan komt de trailer. Potential nannies come through already. Do you think you can manage? Of course. I'm Malcolm. Hi. I'm the grocery boy. Well, grocery man. Lead the way. Allow me to introduce Mr. Hilton. And this is our what son. What the fuck? Music gives him so much joy. Brahms is not like other children. It is very important that you follow these rules. Be good to him and he'll be good to you. Die mensen die niet tegen horrorfilms kijken, vanaf echt nu niet gaan kijken. No offense, Brahms, but you kind of creep me out. What the fuck? I needed someone else to see it. See what? If you leave alone, then I'll give you a sign. This is like some kind of magic trick, right? What this kind of trick? Tell me about the real Brahms. He was downright strange. A little girl from town used to come out here to play with Brahms. Oh, the geest van die jongens in indie pop. Of een me. Annabelle 2. Eigenlijk alleen van die jongen. Been out there for years. You wouldn't hurt me, would you, Brahms? It's not safe in this house. You don't understand what's happening. He's alive. Oh, this is a freaky liedje. Oké, dat was de boy. Kijk even verder, dat was de boy. We gaan door naar 31 Art Department. Er staan 3 clowns op de afbeelding. Oké, ik laat jullie heel even zien. Oké, dat waren die clowns dus. En dan ga ik nu door. Leaderface. Zoals van Friday the 13th of zo. Wil je even kijken naar de foto? Wow. Oké. Okay. Oh, de camera viel, We gaan eens kijken. Oké, dit. Jullie kennen toch allemaal de film Halloween? Met dat masker, met die mes. Er komt namelijk Halloween Returns.
Dus er komt een tweede deel van. Fashion. Oké, die is niet zo heel eng vanaf als foto. The Forest. Ja, daar heb je ook een trailer van, maar die gaan we niet kijken, want dat duurt heel lang. En we zijn bij 3. De Neon Demon. En dat is het meisje. Ja, oké, daar zijn we weer. Bij de Neon Demon waren we. Oké. Het ziet er best saai uit ook. 2, A Man in the Dark, daar moet je foto bij. Een horrorlegende, oké. Oh, dat is het vervolg van The Evil Dead. Die moeten jullie zien. Dat is een van mijn vette films. En de eerste dus, is The Witch. En ik weet niet wanneer die uitkomt. Nou, weet ik niet. Nou mensen, dit was de top 10 video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden, de top 10 horrorfilms. En ja, dat was het. Dan zeg ik, hiya!